Italië. Naar Italië. Een beetje zin in. Ja, jij gaat werken en ik wijn drinken toch alles te verdelen. Dus dat zal weer niet waar zijn. Het is echt weer de story of my life. Ik heb valetparking geregeld. Oh, wat gaaf. Ik denk dat de Twingo dat nog nooit heeft meegemaakt. Denk je dat ze moeite hebben met de paardengeur die erin zit, dat ze hem niet weg willen brengen? Er is ook niet zoveel plek om te zitten, maar dat is ook niet erg. Ach ja, we moeten ook onze laarzen nog even wisselen. Ja, dat gaan we dan voor de deur doen, tussen alle Audi's en BMW's. Dat wordt weer helemaal geniaal. Nou, we zitten in het vliegtuig. We hadden wel een klein beetje vertraging, waarschijnlijk door het slechte weer van vandaag. We gaan onderweg naar Milaan en we gaan daar 3 dagen werken met hele jonge paarden, die endurance paarden, die daar eigenlijk helemaal het begin van hun opvoeding krijgen. Nou, we gaan lekker met ze vieren. Het gaat naast heel leerzaam, volgens mij ook een hele leuke tijd worden. Is dit, moet je kijken, super mooi weer. En wij mogen aan de slag met 7 hele jonge paarden die nog heel weinig kunnen. Of die we moeten begeleiden naar het trailerladen. En het is in zo'n omgeving natuurlijk helemaal waanzinnig om te werken. Wat ze nu aan het doen zijn, is eigenlijk de paarden even aan het testen om te kijken, ja, waar hebben ze nou moeite mee. Maar nog belangrijker, hoe reageren ze als ze wat stress krijgen. Zodat je zo meteen een beter idee hebt welke training je kunt gaan toepassen. Zodat je dan het meest effectief bent. Dat helemaal goed zit. Cheers. Ciao, everyone. Ciao. Weet je, het weer is al vreselijk. De mensen zijn niet aardig en dan krijg je ook nog van dat eten. Ik bedoel, wat moet je ermee? Nou, dan was het dagje wel. Hè. We hebben hard gewerkt met de paarden, heerlijk gegeten en gedronken, een hoop gezelligheid. Ja, Italië is gewoon een fantastisch land en ik moet eerlijk zeggen dat waar wij werken ook echt prachtig is. Nou, ik heb er zo heel veel zin in om morgen weer met het jonge spul aan de slag te gaan. En ik ben ontzettend benieuwd wat we morgen allemaal weer gaan leren.